Wij zijn vandaag in Limmen bij Janneke. En wat doe je precies, Janneke? Heb mijn eigen bedrijf, Enjoy to Ride. En ik train ruiters en niet-ruiters om over mijn angsten heen te komen. En dat doe ik met als collega's het paard. Leuk. Grappig. Ja, leuk. Ja, ik ben interessant. Ja. En wat gaan we eigenlijk vandaag precies doen? Nou, vandaag is eigenlijk gewoon dat jullie een beetje gaan ervaren en merken wat ik doe met het paard en hoe het werkt. Daarbij ga ik gewoon heel erg uit van wat jullie wens is en jullie interesse. Dus meestal heb je wel een vraag en soms hebben mensen er niet van tevoren, maar dan komt het in de bak wel. Nou ja, daar ga ik mee werken. En de ene keer dan, ja, dat eigenlijk. Ik kan wel uitleggen hoe dan, maar dat ga ik helemaal niet doen. Ja, nee. Ik ben benieuwd. Ja. Ja, heel benieuwd. Had je er ook zin in? Ja hoor. Jij weet al een beetje wat je te wachten hebt. Ja, ik heb het helemaal niet eigenlijk. Nee. Maar je had wel zin in? Ja, zeker. Ja. En jij helemaal niet. Maar jij bent, wat ik begreep wel een beetje, dat je al hoog rijdt ook in ja, de dossier. Ja, dat klopt. En dat je veel, veel meer kennis hebt van paarden waarschijnlijk dan ik. Of in ieder geval op die manier. Ja, wat jij in het rijden? Ja. Nee, ik weet niet eigenlijk, maar... Ja. Ik ben een recreatief rijder. Ja. Maar ik ga weer op een hele andere manier in met paarden om. Dus wat ik... ik ben SKJ, geregistreerde jeugdzorgwerker. En dat is dan echt het coachen, toch? Ja. Ja, dus mijn vooropleiding is eigenlijk SPH. Dus sociaal-pedagogische hulpverlening. Dus ik heb ruim 10 jaar in de jeugdzorg gewerkt. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment van dit is niet mijn manier. Hoe ik daar werkte of hoe je daar moest. Er zitten natuurlijk heel veel protocollen en dingen en instellingen. En toen dacht ik, ik ga het anders doen. En toen ben ik op een gegeven moment iets achteruit mee bezig. En paarden is gewoon, heb ik al vanaf kinds af aan, vond ik superleuk. Dus, en het werken met mensen word ik ook gewoon heel blij van. Dus ik dacht, ik ga het gewoon combineren, want dat kan. Leuk. Dus dat is heel tof, ja. En ik zet zij, ze zijn eigenlijk, want ze zijn natuurlijk gewoon mijn collega, die paarden. Voorheen had je gewoon een normale menscollega. En nu heb ik een paardenscollega. Ja. En wat ik zo mooi vind, is wat zij doen, is dat ze heel erg laten zien dat als ik... Als je onverantwoordelijk voelt. Ja. Nou, het is natuurlijk heel erg, denk ik ook, als een mens of een persoon, die weet ook van, nou, misschien moet ik me vandaag een beetje zo gedragen, vandaag een beetje zo. En zo, ja, zo'n paard is dat zoals die is en wie die is. Ja. En die zal ook nergens over liegen, denk ik. Nee, dus die laat heel duidelijk zien wat er gebeurt. En als ik een vraag stel die eigenlijk heel confronterend is, bijvoorbeeld, of wat niet klopt, of waar helemaal niet het probleem, of weet ik veel, weet je wel. Ik zie altijd aan het paard of het... Wat er zit, of er wat zit. Ja, en ik weet natuurlijk nooit wat er zit, dus zo'n paard zegt niet van, hé hey, Janneke, dit is... Maar dan ga ik wel uitvragen bij iemand van, hé, hey, wat gebeurt hier? En wat maakt dat hij nu bijvoorbeeld tussen ons in komt te staan? Ja. Of wat maakt dat hij... Ik had laatst een sessie met een dame en dat paard ging letterlijk onder het draad door en die vluchtte dus zeg maar onze sessie uit. En ik had het nog nooit, dus ik zei, dit is best bijzonder. En maar zij was ook helemaal... Dus ik vroeg aan haar, ik zei, wat doet dit met jou? Want het was best wel een emotionele moment. En ze zei, nou, eigenlijk wil ik gewoon weg hier. Ja. En dat paard, letterlijk wil je het hebben. Aan je laten zien. Ja. Mooi. Dus dan heb je eigenlijk gewoon datgene wat jou voelt en wat jou merkt, dat laat zo'n paard gewoon nog eens in het kwadraat zien of zo, zo'n gevoel heb. En dat zie je ook echt bij mensen. Ik heb toen ook wel eens een aflevering gezien dat ze dat met gedetineerden, dat ze dat deden. Oh, ja. Het was ook wel echt emotioneel ook. Ja. Dat je denkt, er zitten alleen maar harde mannen en die geven nergens om, maar zo, heel klein. Ja. Ja, hè? Ja, en dat is, je kan je dus niet zo goed verstoppen. Nee. Dus voor sommige mensen merk ik ook, is het bijna te confronterend. Ja. Want je moet ook wel echt een beetje openstaan voor... Ik wil aan mezelf werken, weet je wel. Ik snap dat ik ergens last van heb dat ik dat, en dat wil ik graag wat veranderen. Dus dat is... maar ook als ik soms, dan doe ik dingetjes, dan merk ik dus, dan zit ik in met een doel of een plan in mijn hoofd. En dat had ik denk ik vorige keer ook al een beetje. En dan loopt dat dus ook niet. Nee. Dus zo'n paard geeft ook aan als, weet je wel, die is ook heel eerlijk naar mij. Ja. En dat maakt mij nog een betere hulpverlener. Want ik heb voorheen, voel je wel soms van, hey, dat zit niet helemaal lekker, maar kan de vinger liggen naar bij jou, liggen naar bij mij. En met zo'n paard wordt het eigenlijk wel duidelijk. Ja. Dus dat ga je, en we gaan gewoon, ik werk inderdaad heel erg goed, we gaan gewoon. Ja. En dan zien we wel wat er komt, zeg maar. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig wat jullie, want ik weet natuurlijk, je moeder heeft een beetje wat verteld, maar wat jullie hier willen halen of willen doen vandaag. Of waar je... Zeg van, hey, want je zijn er met z'n tweeën en jij wordt gecoacht of getraind door jou in het paardrijden. En dan ben je hier samen, dus gaan we samen zo meteen de bak in. Eerst even kennismaken, denk ik, nog een beetje met alle paarden.
dat was maar een beetje mijn plan. En dan gaan we daarna gewoon de bak in en dan kijken wat er ontstaat. Ja. En dan pluk ik wat uit mijn rugzak en dan gooi ik hier lekker in het diepe. Andere oefeningen doen of een beetje dezelfde? Ja, nee, want dezelfde, dat was niet voor jou. Dat voelde niet voor mij. Nee, toen kwam die boy ook naar me toe van, joehoe! Ja, ik wil aandacht, ja. Nee, daar heb ik wel een beetje wat van geleerd. Tussen, want ik dacht echt van, ik was gewoon weer eigenlijk hetzelfde. En dat voelde natuurlijk niet oké. Ja. Voor jou niet en voor mij ook niet. Want we worden allebei, dan zitten we dan in een soort van rolletje. Ja. Waar we eigenlijk hem niet in willen zitten, want het moet gewoon leuk zijn. Ja. En het grappige werd dat het werd leuk toen jij ging zeggen van, oh, we gaan die bal erbij pakken. Ja, en toen uiteindelijk kom ik nog voetballen van wacht. Ja. En toen ging het paard, dat draaide er ook aan om. Want aan het begin was het een beetje een soort van bang. Ja, en daarna ging je echt schoppen met jou. Ja, dat was heel cool, ja. Nee, dus ik heb geen plan nu. Dus wat mijn plan is dat we gewoon lekker de bak in gaan. Ja. En jullie mogen nu wel delen met mij van, als je zegt van, oh, nou, dit in de samenwerking wil ik bijvoorbeeld, hier wil ik naar kijken, of dit bij mezelf wil ik naar kijken of zo. En dat gaan we dan gewoon even uitwerken in de bak. Ja, zeker. Nou, voor mezelf zou ik wel graag, ik weet en ik hoor natuurlijk van veel kanten wel dat ik een hoop weet en een hoop kan, maar ik ben daar zelf niet heel erg, hoe zeg je dat? Dat ik zelf heel erg vind dat ik dat zelf ook kan. Dus je bent er niet bewust van? Nee, dat precies. Nee, dan geloof je eigenlijk ook niet zo goed wat anderen zeggen. Ja, inderdaad. Ja. Want ik voel wel dat ik een hoop kan, maar ik geloof niet dat ik het kan, zeg maar. Ja. Dus zodra jij gaat geloven, dan is de sky the limit, zeg maar. Nou, ik hoop wel dat, ik krijg een heleboel dingen aangeboden, waar ik eigenlijk niet in durf te stappen, omdat ik denk, nee, dat ben ik allemaal niet, nee, dat kan ik allemaal niet. Terwijl je eigenlijk wel zou willen. Ja, heel graag. Of niet, Dus eigenlijk is die kans wel fantastisch voor jou. Dan denk je, oh, ik wil hem pakken. Ja. Maar, ik durf niet. Er is een stemmetje in je hoofd dat zegt, nee, je kan dat nog niet. Nee. Gewoon niet doen. Je bent nog steeds dat meisje die op die manegeponies rondrijdt. Ja. Oh, bijzonder, hè? Ja. Ja, we gewoon een stap maken naar die... heel veel, zeker ook als je dan kijkt op hoger niveau rijden, sommigen zijn dan bijna een soort te arrogant of zo bewust en zo blij met zichzelf. Die worden ook niet geremd door iets of iemand en daar kan ik dan best wel een soort bewondering voor hebben. Dat ik denk, ik ga op wedstrijd en denk alleen maar, oh, wat zal die van me denken? Ja. En wat zal zo'n jury van me denken? En wat zullen de eigenaren van de paarden van me denken? Ja, er zitten heel veel dingen in je hoofd dan eigenlijk. En dan natuurlijk ook die camera's, ik vind het absoluut geen probleem. Maar er zitten natuurlijk ook weer mensen achter die dan ook weer, wat zullen die er dan weer van denken? Vooral heel erg van, wat vinden anderen van je, denk ik. Ja, dat snap ik goed. Ja. Maar ik denk ook, het grappige is, want je weet eigenlijk hoe mensen, soms komen mensen heel zelfverzekerd en sterk over. Maar net zoals wat je zegt net over die mensen in de gevangenis, ook die hebben onzekerheden. En ook iedereen. Dus het kan ook heel erg natuurlijk een soort van houding zijn om jezelf een beetje daarin sterk te laten overkomen. Maar goed, dat zit wel in jouw hoofd. Al die zijn er zelfverzekerd en die zijn... Ja, mooi. Dankjewel. Bij eerlijkheid, ja. Ja. En jij dan, Tess? Nou, ik denk dat Tess ook wat meer zelfvertrouwen in zichzelf mag hebben. Ja. Je valt stil. Is dat een reden omdat je het niet weet of omdat je denkt van... Oh, nou, omdat ik even aan het nadenken ben van... Dat je eigenlijk op een heel goed punt komt, ja. Ja. Alleen bij jou denk ik dan van... Als je kijkt naar hoe ver je mij hebt gebracht, dan is het toch onzin om dan zo over jezelf te denken. Ja, maar dan denk ik van, oh, dat doe ik ook. Ja. En kijk eens hoe ver jij dan bent. Nou, eigenlijk op wat jij nu doet, ben je eigenlijk ook heel goed bezig en doe je het heel goed. En ik snap ook heel erg dat je zou willen dat je nog beter kan, maar ja, dat heeft ook tijd nodig. Ja, zeker. Ja. Want de leeftijdsverschil is wel een beetje is aanwezig, hè, bij jullie. Jij weet dat jij een stuk jonger bent en dat je nog heel veel jaren... En jij rijdt natuurlijk ook al in je leven. Ja, maar dat zeg ik ook wel eens tegen Tess. Dan rijd ik bijvoorbeeld eerst haar pony even. Ja. En dan ziet het er natuurlijk uit alsof het heel makkelijk is en vanzelf gaat. Ondanks dat ik het ook heel druk heb. Ja. En dan komt ze ook naar me toe en zegt ze, ja, het lijkt er net uit alsof het vanzelf gaat. Ja. Zeg maar. En dan stapt ze op en is best heel moeilijk. Maar dan leg ik ook uit, ik heb dat ook. Als ik een keer een paard heb die...
waar ik een beetje moeite mee heb op dat moment, omdat je ja, net weer met nieuwe dingen bezig bent, dan ja. gaat het gewoon altijd, ja, je doet altijd gewoon eerst een stapje achteruit ja. om weer samen vooruit te gaan. En dan heb ik ook een instructrice die, waar ik dan aan kan vragen, ja, weet je, wil jij me even erop stappen? En die stapt dan op en voelt eigenlijk mijn probleem niet, zeg maar. Omdat zij ook weer, ja, net als wat ik met Tess heb, weer een stap ja. hoger is. Ja. En natuurlijk voelt ze het probleem wel, maar qua oplossen heeft zij er dan geen problemen mee. Nee, omdat zij al nog weer meer handvaten en ervaring heeft. Ja, ja, ja. Ja. Want, en is het bij jullie, merk je soms ook dat je met het paard zit, dat je denkt van, hey, dit is niet zozeer mijn techniek of mijn aanpak, maar meer mijn mindset of mijn gedachten, hoe je op dat moment op je paard stapt, hoe je je voelt. Dus als je heel boos bent, een beetje gemerkt van, ja? Ja, die reageerde daar wel echt heel erg op, maar dan wel altijd in de positieve manier. Oké, okay. Ja, die nam jij juist mee, hè? Ja. Je merkt met Blondie wel veel als je te hard je best wil doen of je zit net niet lekker in je vel. Dan lukt het gewoon niet. Nee, dan ja. Ja, doet Blondie daar wel heel erg zo van, oh, nou dan weet ik het ook even niet zo goed vandaag. Nee. Ja. Nee. Je moet haar wel echt zekerheid geven. Ja. Ja. Maar ja, dat is tof, hè, eigenlijk. Want je hebt gewoon dus je dagelijkse, hoe noem je dat? Reflector of je teacher. Want Blondie is ook jouw teacher, zeg maar, daarin. Ja, ja. Dus die laat jou dan heel erg zien van, hey, vandaag moet ik zit dus blijkbaar, doe ik iets. Wat gewoon niet, die energie die pakt zij op, hè? Van ja. Ik wil te graag of ik heb een te hoog doel. Terwijl zij misschien nog met haar hele lijf nog ergens anders zit. Ja. Dat je merkt van, hé, als je dat ziet en als je er bewust van bent, dan kan je er natuurlijk wat mee. Dan denk je, oh ja, ik moet gewoon inderdaad even dat stapje terug. Ja. Of we gaan eerst even met een balletje gooien om even mezelf uit zo'n vibe te krijgen, weet je wel. Dat je, ja, weet jij wat ook zo graag wil doen. En dat merk jij waarschijnlijk dan ook wel met je paarden, alleen op een andere manier misschien, of niet? Ja, zeker wel. Want ik kan me voorstellen, als je natuurlijk in zo'n wedstrijd zit en je bent heel gespannen al, je bent vooraf en bezig met iedereen. Dat valt, dat is een goeie dat je zegt met iedereen. De hele wereld. Ja, want ik heb toen ook laatst met mijn 2 jaar geleden, mocht ik met een paard op de NK rijden. En ik ging daar eigenlijk wel naartoe met een vibe dat ik dacht, hè, ik heb het beste paard en ik moet daar gewoon kunnen winnen. Want eigenlijk alles klopte. Ja. Ja, dan ga je daar in een hotel, gezellig met z'n allen. S'avonds doe je nog een keer een bakkie. S'morgens weer met z'n allen aan het ontbijt. Ja. Op stal is iedereen erbij. Dat ook mijn instructrice. Ja, en dat ging totaal mis. Ik kreeg 2 keer de verkeerde kant op en ik wist helemaal niet meer wat ik aan het doen was. Dat ook mijn instructrice een week later zei, ik denk dat wij even er samen over moeten praten. Ze zei ook, ze zegt, ik was er ook bij. Ze zegt, ik deed er ook deel van uit dat dit gebeurde. Ja. Maar je was zo bezig met iedereen, behalve met je eigen focus. Ja. En ja, dan zit je natuurlijk al niet in die, ja, dat is die eerste cirkel of zo. Of ja, in je concentratie of zo, weet ik veel. Dat je eigenlijk helemaal niet met presteren bezig ben. Nee. Of nou ja, presteren of genieten is ook eigenlijk, hè? Vanuit het samenwerken, dat je dan geniet van de wedstrijd en dat je allebei je uiterste best doet. Ja, precies dat. Dat je eigenlijk niet meer functioneert zoals je zou willen. Ja. En dat je later denkt, dat je er eigenlijk 2 weken van kan balen, dat je denkt, ja, als ik het gewoon zo en zo had gedaan, had er eigenlijk niks aan de hand geweest. Nee, en het leuke zit dan ook in de zelfkennis in de voorstuk. Hè? Dat zit een deel natuurlijk, hè? Als jij meer zelfvertrouwen krijgt, van vertrouwen van, hey, kan het en dit kan ik al. Dan heb je dat waarschijnlijk niet meer. En er zit ook een stuk van, hey, wie ben ik? Wat wil ik voor zo'n wedstrijd? Wil ik inderdaad constant een bakje daar, een dingetje daar en laten hier misschien? Of ga ik ervoor kiezen van, nee, ik vind het fijn om mezelf terug te trekken. Dus ik ben even die, of ik kom later, of ik ben in mijn eigen hotelkamer, een ander hotel, weet ik veel wat. Hè? Daar kan je natuurlijk ook allemaal keuze in maken. Ja. Maar we zijn heel snel, denk ik, geneigd om dan te denken, oh, iedereen gaat daar. Ja. Nee, dus dan ga ik ook voor mij, dus ja, ik kom allemaal om naar mij te kijken. Dus ik moet allemaal blij houden. Ja, jezus, mijn hart moet verder dan. Ja, precies. Ja, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. We gaan lekker de bak in. Ja. Dan worden ze echt heel snel heel nukkig. Ja. Sommige paarden die gaan gewoon stilstaan. Die doen het niet. Dus die laten ook zien, hè, van ik wil het niet. Ja. Maar deze wordt die wordt pinnig. Oh, echt? Die gaat je achtervolgen of die gaat die oren meteen vol in zijn nek. Ja. Dus daarin zie je dat elk paard gewoon heel anders is. Ja.
En het mooie is dat je dan dus ook niet met elk paard kan werken. Nee. Want sommige die, als het, net zoals het ene paard die niet mee wilde, dan kan je dan gewoon niet mee werken. Nee, nee. Met een bonnie zou je nog goed kunnen werken. Ja, is die ook goed? Ja. Ja, omdat ze ook zo goed op jou. Maar dat zie je eigenlijk bij alle ruiters met angst, hè? Dat je dat als een paard bijvoorbeeld niet meer aan de remmen kan, wil durf niet buiten te rijden. Bijvoorbeeld of een paard stopt bij in het donker, wil ze niet rijden. Ja. Of die wil niet langs dat. En dat, ik denk altijd dat ze dan dus niet zozeer in een paard. Je rijdt er al naartoe dat je denkt. Ja, de spanning zit al bij jou. Ja. En dat het begint waarschijnlijk al thuis. Toevallig had ik laatst een keer een artikel gelezen. Dat als je paard iets eng vindt, moet je er eigenlijk bijna een soort lachend langs rijden of zo. Dat je hebt wel een eigen spanning. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, dat is net zoals bij zo'n wedstrijd natuurlijk ook. Dat je gewoon... Je wil gewoon daar zo zitten. Eigenlijk niet... gewoon zoals je thuis doet. Zo, ja, dat... Nou ja, dus je mag een keuze. Zal ik dan vrij aan doen? Waar ben jij uit, hè? Dus nou, die spreekt me meer aan. Vrije. Ja, ik vind Betsy er veel leuker uitzien. Ik vind het schattiger. Yeah. Maar ze, ik weet niet, ik voel meer met haar. Denk ik. Omdat ze jou nu al meer geeft, hè? Ja. Ja. Ja, zeker. Maar niet uit. Vind jij fijn? En naar mijn naam kijken. Dat is jouw eerste keer. Jij mag kiezen. Of is het... Nee. Oh, stout. Nee, noem maar niet. Of is het misschien wat om met testen beginnen dat ik daar dan bij kom of zo? Of zeg je dat is niet handig? Nee, dat is niet handig. Want dan heb je, dan zit je al in zo'n... Ja, precies. Dan zit je al ergens in. Ja. Dus je moet ook kiezen van nou, we doen het gewoon samen en dat is iemand anders gekomen. Ja. Dat kan prima hoor. Of we doen... Het apart, dat mag ook. Maar ja, niet jij? Nee, mij ook niet. Die mag apart. En misschien is het handigst dan? Nee, niet handig. Nee, maar meer dat je apart, dat je meer misschien van jezelf te weten komt. Ja, ik vind het goed. Dat zou mijn keuze zijn. Dat zou jouw keuze zijn. Ja. En bij jou? Maar aan de andere kant denk ik heb ook veel dat ik haar wil helpen. Ja. Maar het leuke is dat je jezelf gaat helpen, dan ga je haar ook helpen. Twee strijd. Of ik nou voor mezelf moet kiezen of voor Tess. Oh ja. Maar weet je wat het mooie is? Als jij voor jezelf kiest, dan kies je ook automatisch voor Tess. Oké. Okay. Want als je aan jezelf gaat werken namelijk, dan als jij merkt, hey, ik ben meer zo, dan geef je haar ook weer meer toets. Ja. En dan laat je ook zien, oh, ik kan ook groeien. En ik ben ook, en oh ja. Dan geef je ook iets. Andersom ook. Ja. Dus in die zin vind ik het heel mooi dat je dan denkt, jullie vinden het gewoon moeilijk om kinderen te maken. Ja, kennen jullie dat of niet? Ja, heel erg. Ja. De hele dag door. Verschrikkelijk, hè? Ja. Neem je aan, denk ik. Nee, dit is nog van blonde. Oh, dat is van blonde. Ik denk, je hebt blonde de manen bij je. Ja. Oh, ja. Altijd. Ja? Ja. Ja. En tussen jij dan? Ja, mij maakt niet zoveel uit. Ik vind het leuk om met haar te doen, zonder haar. Dat maakt me echt niet uit. Maar welke lukt het dan? Is allebei? Oh. die keuze is er niet. Met Shetland en knuffen, daar ligt mijn voorkeur. Ja, hè? Ja. Het maakt me niet uit of het met iemand is, zonder iemand. Ik vind het leuk om met Shetland te doen. Wanneer je dat doet? Vaak op het moment dat ik er vol in zit en er niet meer uit kan. Okay. Ja. Als ik dan 's morgens om 6 uur ben begonnen en 's avonds om 11 uur
dat ik dan eigenlijk 's middags bedenk hoe ga ik het tot 11 uur vanavond, want ik moet nog zoveel. Je hebt nog een hele waslijst. Ja. Dat je dan halverwege de middag denkt, misschien gaat het me toch niet lukken. Nee. En zit dat dan in de hele dag? Heb je dat alle dagen? Want dan zit ik het nee, zeker niet. Maar het zijn dan dagen dat ik, kan dan ook wel goed zeggen dagen dat ik het even niet wil. En dat ik het dan juist één dag voor mezelf neem om vervolgens 3 dagen in 1 dag te proppen. Oh ja, oh jee. Ja. Denk ik, nu heb ik even rust. Ja. Maar je weet wel die dat kan eraan zitten komen. Ja, ja, ja. Kan je dan rusten? Kan je dan ontspannen? Of je dacht dat je wel vis hebt? Nee. Lijkt me vrij lastig. Ja. Nee, dat is moeilijk. En dat is zo goed. Aan daarin plannen en voor mezelf ook de beste weg in zoeken. Daarom is een struisvogel, jongens. Hoe vond je het nou om zo met het paardje te borstelen en te kletsen? En, ik vond het leuk. Past dat meer bij je? Ja. En is er iets wat jij wilt delen, wat jij terug wil geven hier? Want, dat ik me vaak de kleinste voel. Mm-hmm. Want natuurlijk thuis heb ik een grotere broer, mijn vader, mijn moeder. Ze zijn allemaal groter dan ik. En op de Arkhoeven heb ik ook eigenlijk alleen maar 1 vriendin die is jonger dan mij. En de rest is eigenlijk alleen maar ouder. En dat zit me af en toe nog wel dwars. Ja. Snap ik. Ja. En daar hadden we het ook over gehad, hè? Ja. Ja. En dat kan je ook heel mooi vertellen ook. Ja. Want jij voelt de dingen eigenlijk... Heel gauw. Heel goed aan. Ja, hè? Jij bent heel goed in de smiezen. En soms, je houdt jezelf gewoon soms een rem op. Ja, ik heb de hele tijd mijn gevoelens voor me gehouden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld met mijn allereerste pony Sterre. Toen ik hoorde toen ze bevangen was, heb ik hem ook groot gehouden. Ja. Omdat ik gewoon niet wou dat mensen me raar zouden in die zin. Ja. Dat eigenlijk wilde je hem niet groot houden. Nee, eigenlijk ik was van binnen aan het huilen. Ja. En, dat deed ik niet van buitenaf. Nee, dat liet je niet zien, maar het was er wel. Ja. Dus je gaat heel erg zo staan. En eigenlijk voel je op dat moment gewoon even zo verdrietig. En gewoon niet fijn. Ja. Ja. En dat is heel logisch toch, dat jij je verdrietig voelt? Ja. Want als je mijn poppen is er uiteindelijk ook al dood gegaan. Ja, daarom. Dus dat is gewoon heel heftig. Ja. En dat vind je soms gewoon heel lastig om die dingen te laten zien en ook te benoemen. Ja. Ja. En wat ga je dan doen? Dan ga je dus dat sterker doen? Ja, ik ga een beetje zo zitten, een beetje mijn ogen dichtknijpen, een beetje om me heen kijken, dat ik aan andere dingen denk. Nee, dat. Ja. Ja, en we hebben met de paarden hebben ook wat een beetje, je hebt iets geoefend ook, hè? Want ze kwamen ook een beetje in jou... Ik vind het hartstikke leuk dat paarden in mijn aura komen, alleen als ik dat wil. Yeah. Want bijvoorbeeld die hele grote, die wou ik liever niet in de buurt hebben. Maar die witte, die vond ik heel erg leuk, die mocht wel heel erg in de buurt komen. En die ander zat daar dan weer tussenin. Ja. Dus die mocht wel in de buurt komen, maar dan niet zo erg als... Niet in de buurt. Ik doe hem even uit, want dit is een beetje vervelend. Zo. Maar stop, dat ik niet zo erg als met die witte. Die witte mocht echt in mijn buurt komen. Ja. Dat vond ik ook gewoon echt leuk. Ja, en dat heb je met dieren, maar dat heb je ook soms met mensen. Ja, niet in de buurt komen. Niet in de buurt, niet in mijn ouderen. En ik denk dat heel veel herkennen dat. Ik denk dat je echt niet de enige bent. Dat heel veel mensen wel soms... iets doen waar ze eigenlijk niet blij van worden. Of dat er iemand te dichtbij komt. Wat je eigenlijk niet wil op dat moment. En misschien daar gaan we niet helemaal over uitdiepen. Mm-hmm. Maar je had wel ook een oefening met die paarden. Ja, die heb ik gewoon naar achter toe geduwd. Ja, want ze kwamen wel in jouw aura, hè? Allemaal. Ja.
En je wilde eigenlijk alleen die witte? Ja. En de rest niet? Ja, dan vraag je me gewoon in de buurt komen, maar ja. Alleen liever niet. Nee, maar je had eigenlijk een beetje zo'n soort van cirkeltje, hè? Ja. Volgens mij waar iedereen mag staan. Ja. Toch? Jij zat hier en daar mag echt die witte heel erg dichtbij. Hier ben ik. Ja. Mag die witte hier komen. Ja. Dan die bruine mag hier en dan die andere die moet dan meer hier, want die vertrouwt niet helemaal. Nee. Die is zo groot en die heeft zulke hoeven en dat is gewoon echt... Iets te veel paard. Iets te veel patrouille. En hoe heb jij dat gedaan? Want jij hebt ze even aangegeven dat je dat uit... Want ze kwamen allemaal in jouw aura. En die witte mocht er zijn. Die mocht er eigenlijk van begin af al zijn, maar die andere niet. Nee, liever niet. Nee. Oh ja? En die heb je teruggestuurd, hè? Ja. En dat ging dat in één keer? Nee. Nee? Dat lijkt ook niet helemaal. Nee. Maar dat is ook logisch, hè? Want dat is het grappige met mensen natuurlijk ook, of met dieren ook. En ook hoe jullie getraind worden, denk ik. Soms luistert het paard niet in één keer. Dan heeft hij nog een aanwijzing nodig. Of misschien nog een duidelijkere aanwijzing. Maar je wil gewoon wel vertellen. Duidelijk maken wat je wil. Ja. En soms moet je dat gewoon 3 keer duidelijk maken. Of 4 keer, of 5 keer, of 10 keer. Ja. Maar dat mag wel. Ja. En het grappige was dat ze op een gegeven moment dus ook echt jouw aura respecteerde, want ze kwamen er niet meer in daarna. Ja, die witte wel. Die ging half op me staan. Maar die wilde, die mocht toch? Ja, die mocht. Want die heb je ook niet echt weggeduwd. Nee. Dus dat ja. Ja, dus dat denk ik hebben we gedaan, hè? Ja. Hoe vond je het vandaag? Ja, apart. Ik heb zoiets nog nooit gedaan, dus ik stond open en toch ook misschien half dicht. Dat ik dacht, wat kon ik verwachten? Maar... dat deed je snel doorprikken. Dus aan de ene kant confronterend, maar ook wel heel opluchtend. Yeah. Ja, zeker. Oh, top. Mooi dat je dat zo hebt ervaren ook. Ja. Confronterend, maar ook opluchtend. Ja, zeker. Ja. Cool. Nou, ik vond het vooral heel erg interessant, want ik kon weer een keer praten en dat vind ik toch wel fijn. Ja. En een plekje voor jezelf, want volgens mij vind jij dat ook gewoon heel fijn, hè? Dat je gewoon met iemand kan kletsen zonder dat daar iets... Aan vasthangt, ja. 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 En dan ook gaan te kletsen. Ja. Ja. Ja, mooi. Dank jullie wel. Ik vond het heel tof om met jullie te werken. Ja, nou, ik ook. Jullie ook heel erg bedankt. Ja. Ik vond het heel leuk. En ik wil jullie ook bedanken voor het kijken naar deze video. Beneden staat het linkje van haar. Van Janneke. Ja. En dan kan je misschien ook een keer langskomen. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En abonneer hier beneden op ons kanaal. En druk, als je toch bezig bent, druk gelijk op het belletje. Of het belletje is het zelf heel erg fijn. Dus dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg! Doeg!